Dat kondigt hij altijd lekker aan tegenwoordig. Ja, dus welkom aan iedereen die ook de replay kijkt. Yes, en wij hadden net al een korte introductie gedaan dat wij 12 of was het 13 punten gaan delen waarvan Josje en ik zeggen dit heeft ons echt geholpen om innerlijke rijkdom te creëren. Met als gevolg natuurlijk dat je fysieke wereld mee verandert, want zo binnen zo buiten, maar... Ja, mensen zijn altijd heel erg bezig om dingen te veranderen in de fysieke wereld. Terwijl, in de wet van aantrekkingskracht wereld zeggen ze altijd... The only one to change is self. En dus eigenlijk hoef je alleen maar aan jezelf te werken. Dus dat was ook punt nummer 1 wat we hebben opgeschreven. Van zet jezelf op de eerste plaats. En dus om echt te leren om onvoorwaardelijk van jezelf te houden en jezelf onvoorwaardelijk te accepteren en jezelf ook onvoorwaardelijk te supporten. En dat voelt dan voor mensen heel egoïstisch, omdat ze zeggen van, oh ja, maar kan ik dat wel maken? Ja, en voor ons is dat niet egoïstisch, omdat als ik kijk sowieso vanuit een spiritueel oogpunt, we zijn allemaal één. En dus als je een ander boven jezelf zet... Dan zeg je eigenlijk, wat doe je daar dan eigenlijk mee? En dan kan diegene nooit voor jou komen opdagen op die manier. Dus het is ook nog eens een techniek om anderen boven jezelf te zetten, die op de lange termijn nooit gaat werken. Het gaat je nooit brengen waar je wil zijn. Hoe is dat voor jou, Josje? Ja, nou, zeker veel vrouwen hebben dat, denk ik. En ik, weet je, je wil aardig en lief gevonden worden. En daarom gedragen we ons vaak. Dat we eigenlijk denken, ik moet voor de ander zorgen en ik mag niet aan mezelf denken. En als het maar goed gaat met jou. Maar eigenlijk is dat heel raar, want het is, weet je, je kan uiteindelijk alleen maar voor jezelf zorgen. En als het goed met mij gaat, dan gaat het goed met mijn kinderen. Dan gaat het goed met alles. Met mijn bedrijf, met mijn veiligheid. Dan gaat het goed met mijn werk. Dan kan ik andere mensen helpen. Terwijl ik heb ook echt periodes gehad in mijn bedrijf dat ik alleen maar bezig was met de ander. Wat heeft de ander nodig? Hoe kan ik de ander helpen? Met als gevolg dat ik dan zelf helemaal leeg was. En dan gaat het scheef groeien. Dan ga je, word je een beetje... humeurig of je brandt gewoon op. Ja. Of je denkt, ja hallo, weet je, ik heb nou zoveel voor jou gedaan. Nou mag je ook wel eens wat voor mij doen. En je kan gewoon niet voor een ander zorgen als je niet op die manier voor jezelf zorgt. En daarbij, ik wil hem nog in andere woorden zeggen, maar die komt verderop wel. Dus, want wat je ziet is dan een soort van patroon. Misschien komt dan ook weer wat jij er wilde aanhaken. Maar dat je geeft en geeft en geeft. En dan verlies je energie. Hè? En dan komt het tot een soort van ontploffing. Dan komt er altijd een soort van, hoe zeg je dat? Resentment, wrok of tegen de ander van, ik geef mijn alles aan jou en dit is hoe je mij behandelt. Terwijl jij hebt die keuzes gemaakt. Jij hebt iedere keer die keuzes gemaakt om iets voor de ander te doen. Zonder echt te zeggen van, wat is nu eigenlijk goed voor mij? Of daarover koepelen, niet specifiek voor mij, voor ego mij, maar voor liefde mij, grote mij. He, dus voor het geheel, is dit eigenlijk wel dienend? Klopt deze keuze eigenlijk wel? Ja, wat je eigenlijk doet, is dan je verantwoordelijkheid voor jouw geluk bij de ander neerzetten. Want je zegt eigenlijk, ik kan pas gelukkig zijn als jij gelukkig bent. Dus eigenlijk is het heel raar, want je legt dus de verantwoordelijkheid voor jouw geluk bij de ander neer. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja, ik merk dat... Dat is egoïstisch eigenlijk. Ja, ik merk dat het eigenlijk, als je dit echt doorhebt en doorvoert, dan kan je er al bijna gewoon niet meer bij. Dat je heel de tijd met de ander bezig bent. Want we zijn allemaal zielen die op een reis zijn. En ik heb helemaal niks te maken met jouw reis en jouw verantwoordelijkheden. Ik ben een voorbijganger of ik ben iemand die vriendschap aan kan gaan of je kan inspireren of de boosdoener kan zijn of wat dan ook. Maar ik kan geen verantwoordelijkheid nemen over andermans leven. En op het moment dat we dat wel steeds proberen, en dat heb ik bijvoorbeeld heel lang in relaties gedaan, dat je denkt, oh, maar ik zie zo ontzettend goed wat goed is voor jou en ik zal je wel even helpen en bla bla bla. Ja.
dan werkt de energie gewoon tegen je en je neemt geen verantwoordelijkheid voor jezelf. En nu ik al een tijd hier zo mee bezig ben, denk ik, ja, het voelt ook zo raar. Weet je, ik creëer, dus ik kan bepalen wat ik wil, maar ik kan niet zeggen hoe ik wil dat jij opkomt dagen. Nee. En als ik dat wel ga proberen, dan valt het altijd tegen, want het geeft dan nooit vervulling. Ja, precies. Ja, dat klopt ook echt. En kijk, dan kun je dienstbaar zijn in iedere situatie. Dan kun je in iedere situatie vragen van, wat vraagt deze situatie van mij? Maar niet ten koste van jouw welzijn. Nee, het is en, zeg maar. Het is en. Ja. Ik geloof gewoon echt dat als iedereen echt puur zijn afstemming volgt, dus echt zijn verlangens, dat er in iedere situatie een win-win-win situatie is. Het is echt, als mensen vanuit pijn of tekort komen, en je creëert dan met elkaar, dan is er bijna geen win-win-win situatie. Omdat, ja, dan kom je vanuit, ja, de verkeerde energie. Het is niet dat die pijn er niet mag zijn. Ga je gordijn dicht doen? Beter? Huh? Ja, ik denk beter, ja. Je gaf licht. Ook echt was wel mooi. Wat zei je? Je gaf licht, het was al mooi. Alsof ja, ik had zelf ook last van, want ik zag jou ook niet meer. Dus dan ben je oh ja, dat is vervelend. Dat gebeurt. Heel vervelend. Nee, ja. Weet je wat ook interessant is bij deze? Om gewoon eens een lijstje te maken met 10 dingen die mij gelukkig maken. Welke 10 dingen maken mij nou echt gelukkig? Hè, als je jezelf dan op 1 wil zetten en je wil rijkdom innerlijk creëren, wat dus rijkdom aan de buitenkant creëert. Gewoon echt weten, wat maakt mij nou echt heel gelukkig? Hoe voel ik me zielsgelukkig? Hoe voel ik me verbonden met mezelf? Dat zijn eigenlijk gewoon die basisdingen die je gewoon moet hebben en ook regelmatig moet zien. Dat je denkt, oh ja, natuurlijk, dit maakt mij blij. Ja. Je kunt echt pas geven aan de ander als je zelf vervuld bent. Het is gewoon, het is zo cliché, maar het is echt waar. Maar om echt zelf vervuld te zijn, dat vraagt zoveel. Want ja, dat is gewoon het lastige. Want je moet, je kunt nergens voor weglopen dan. En dat is ook punt 2. Loop nergens voor weg in je leven. Ja, want wees bereid om alles aan te kijken wat het leven bij je brengt en beweeg er liefdevol doorheen. Want waarom proberen mensen anderen boven zichzelf te zetten? Omdat de meeste mensen niet kunnen dealen met hun pijn, met hun emoties, met ja, wat er eigenlijk dan omhoog komt. Want als jij voor jezelf kiest en jezelf op 1 zet, dan gaan er mensen zijn die ja, dat niet snappen omdat het iets in hun raakt. Omdat zij dan niet die verantwoordelijkheid voor hun geluk af kunnen schuiven op een ander. En dat raakt iets in hun. En het raakt iets in jezelf als je het begint te doen. Want dan moet je om kunnen gaan met de oordelen van andere mensen. En die moet je helemaal ja, los kunnen laten. En dat is heel lastig. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook een verslaving van ons ego. Dat we... Zeker. Goed gevonden willen worden. En inderdaad, dat het heel erg... Ja, ik probeer hem even iets praktischer te maken. Dus zijn met wat is. Dus bijvoorbeeld... ik kies ervoor om echt gelukkig te zijn. Om de dingen te doen die goed zijn voor mij. Bijvoorbeeld... bijvoorbeeld niet meer met een bepaald soort klanten werken. En op het moment dat je daarvoor gaat staan... dan raakt dat inderdaad iets bij de ander, maar dat raakt ook iets bij jezelf. Want wat nou als die ander zegt, nou, wat ben jij opeens een asociaal verwend wijf geworden? Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ja. En het gaat er dus om, en dat is gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen en zijn met wat is. Gewoon denken, oh, dit geeft mij inderdaad een heel ongemakkelijk gevoel. Hey, ik voel me eigenlijk aangevallen, ik voel me niet veilig, ik voel me slecht of ik voel me, ik wou zeggen, een vervelend wijf. Maar inderdaad, maar ondanks dat hou ik nog steeds en compleet van mezelf. Ja. En dat is het werk wat gewoon nodig is om te doen. Maar wat de meeste mensen doen op het moment dat ze een keus maken, dat je weet van dit is goed voor mij. En je gaat daarvoor staan en je krijgt een reactie die niet fijn is.
Dan gaan we in, oh sorry, nee, maar zo bedoelde ik het niet. Of ik ga het uitleggen, nee, maar ik bedoelde het anders. Of het gaat helemaal niet, hè? Ik wilde jou geen pijn, bla bla bla. Maar waar het in de kern over gaat, is dat ik me afgewezen voel of dat ik me geraakt voel. En de ander gebeurt ook iets mee, maar die ander is weer verantwoordelijk voor zijn reactie en jij voor jouw reactie. En dat betekent gewoon 100% verantwoordelijkheid. Ja, wat ik... Mensen willen dat helemaal niet nemen, sorry. Nee, precies. Nee, maar dat is zo. Maar ja, dat is ook de derde, over die 100% verantwoordelijkheid. Maar daar gaan we zo wel over in. Wat ik merk dat in de communicatie met anderen mij heel erg helpt, is dat je dan bijvoorbeeld zegt, ik begrijp je gevoel. He, dus ik begrijp dat dit vervelend voor je is, maar ik wil ervoor kiezen om dit en dit te doen. En dan kan de ander zeggen van, ja, daar ben ik het wel mee eens of niet mee eens, maar je gaat jezelf dus niet verantwoorden of verdedigen. Je gaat zeggen waar je voor wil kiezen. En dat verschuift de hele dynamiek in een gesprek. Want dan is het niet meer dit en dat, dan is het, dit is de keuze die ik wil maken. En ik had laatst bijvoorbeeld een moeilijk gesprek op Amy haar school. Toen zei ik ook van, ja, dit zegt mijn gevoel en hier wil ik voor kiezen. Ik zeg, ik begrijp jouw keus. Ik kan, zeg maar, kijken wat, hoe dat voor Amy is of hoe dat voelt of wat we hier aan kunnen doen. Hè? Dus daar kunnen we over praten, maar dit is dit is de keuze die we hadden gemaakt. En dat dus niet vanuit orde, want vaak vinden mensen het heel lastig om in hun eigen keus te blijven staan. En dan willen ze dus de ander veranderen of willen ze die validatie krijgen van ja, je bent goed genoeg. Terwijl het maakt niet uit en dat was ook jouw punt 5. En die hadden we opgeschreven, ontsla anderen van de taak om iets van jou te vinden. Stop zelf met oordelen en veroordelen. Er is geen goed of fout, er zijn alleen keuzes en consequenties. En je bent altijd vrij om je eigen keuzes te maken in iedere situatie die het leven je brengt. En dus het gaat erom om te zeggen, dit is wat ik kies. En ik ben verantwoordelijk voor de keuze van, voor de consequentie van mijn keus. Als ik nu iets anders kies, dan voel ik dat er een consequentie aan zit die ik niet wil dragen. Daarom maak ik deze keuze. En dat heet natuurlijk ook gewoon karma. Je moet de consequenties van je eigen keuzes dragen. En je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Maar een ander is dat ook. Dus je kan erover praten. Maar jij moet, ja, jij maakt je eigen keuzes. En daar zijn, ja, voor zover ik zie, zijn daar geen grenzen in. Het is, ik denk, een van de problemen van deze tijd, dat we denken dat autoriteit buiten onszelf ligt. Hè? Dat de overheid zegt wat we moeten doen of je werkgever, of maar jij maakt je eigen keuzes. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Het is een soort van, ja, ik had er vandaag nog iets over opgeschreven, dat die machteloosheid die we voelen omdat we denken dat andere mensen onze keuzes maken, is echt gewoon een soort illusie. Het is een perceptiefout. Ja, je bedoelt hoe we iets zien en hoe we ergens op reageren. Ja, want als de overheid zegt, ik noem even, het is een heel actueel voorbeeld, doe dit en jij volgt dat, dat is jouw keuze en jij moet de consequentie, karmisch de consequentie daarvan dragen. En je kan niet de verantwoordelijkheid voor jouw keuzes op een ander afschuiven. Dat kan je wel doen, maar karmisch kan het niet. Ja, en als we hem nu terugkoppelen naar rijkdom. Dus we hebben het erover gehad van je moet jezelf op één zetten. Nou, die is logisch, want een ander gaat geen rijkdom voor jou creëren. Ja. Dat moet je zelf doen. En daarbij is het ook belangrijk om te weten wat de rijkdom betekent voor jou. En je gooide nummer 5 er net al even in van ontsla anderen van hun taak om iets van jou te vinden. Ja. Ook weer gekoppeld aan rijkdom. Geld is een van de lastigste onderwerpen voor ons allemaal. Zeker. En zeker als je zegt, hey, ik wil geld verdienen met dat wat ik het liefste doe. Hmm. Of ik wil juist minder werken en meer verdienen. Of ik wil mijn bedrijf zo inrichten. Bijvoorbeeld zoals ik dat doe, dat ik ook gewoon bij de kinderen kan zijn. Hmm. Dat roept dingen op. Als je nog wat aantrekt van wat anderen daarvan vinden, kan je ook, blokkeer je ook gewoon die rijkdom. Ik zit even tussen, wat was nummer 2 nou? Ik wil hem even steeds aan rijkdom. Je loopt nergens voor weg in je leven. Oh, ja.
Ja. Dus wat voel je nou werkelijk? En daarmee kunnen zijn. Want als je iets kan erkennen, als je echt kan zeggen, hé, ik voel me eigenlijk gewoon heel ongemakkelijk, of hier krijg ik een heel onveilig gevoel van, gewoon voor jezelf. Ja. Ondanks dat hou ik nog steeds van mezelf. Ben ik nog steeds oké? Ben ik nog steeds met mezelf? Dan kun je door dingen heen shiften. En mensen die dat niet doen, die zitten juist vaak in een verslaving. Want die kunnen niet zijn met wat er op dat moment is. En dan steek je of een sigaret op, of je grijpt naar de fles, of wat dan ook. Nou, dan geef je geld, dus de schuld van jouw gevoel. En dan zeg je eigenlijk, ik voel me onmachtig met geld, of ik voel me een bepaalde manier met geld, maar je kunt geen verantwoordelijkheid nemen voor dat gevoel, dus dan heeft geld het gedaan. En dan is geld, dan stinkt geld, of geld is de wortel van al het kwaad. Ja, geld is niets op zich, geld is niks, is iets. Het is onze perceptie, het is onze projectie. Je hebt bepaalde gevoelens over geld of over je waarde. Of nou, daar gaan we vandaag niet te diep op in. Daar hebben we een mooi vervolg voor als dat zo is. Maar al die percepties, die overtuigingen die je hebt over geld, die projecteer je. En dan komt geld opdagen op een bepaalde manier. En als je daar dus voor wegloopt, dan kun je nooit die rijkdom creëren. En dat was een mooie vraag wat je net zei, van wat is rijkdom? Wat voor mij rijkdom is, is dat ik genoeg heb. Dus het hoeft niet meer te zijn dan genoeg of minder te zijn dan genoeg. Maar genoeg heb om mijn ware zielsmissie op aarde te leven. Dus het werk te doen wat ik behoor te doen en op te komen dagen in iedere situatie. Zoals ik voel dat ik op wil komen dagen. En dat ik daar de middelen voor heb. Dus de support, het geld, de vrienden, de fysieke omgeving, het lichaam, de liefde, de vaardigheden. Dat is mijn definitie van rijkdom. Wat is dat bij jou? Ik wilde zeggen, misschien is dat voor iedereen wel interessant om even te voelen. En ook even op te schrijven voor jezelf, van wat is nou rijkdom voor mij? Ja, voor mij is rijkdom echt met mezelf kunnen zijn. Gewoon helemaal verbonden met mezelf. Dus kunnen creëren of toestaan of ontvangen wat ik maar wil in zo'n moment. Dus zo dat bewustzijn hebben en ook op het moment dat ik denk, hey, ik mis iets, of dit wil ik niet, of dit vind ik niet prettig, dat ik dan zo met mezelf verbonden ben steeds, dat ik er naar kan kijken. Dat ik het kan transformeren en dat ik het toe kan staan in mijn leven. En dat is niet door met een toverstokje te zwaaien, maar wel weten wat je moet doen om daar weer te komen. En het rijkdom gaat ook over alles zien. Weet je, ik heb een heerlijke tuin en daar komen nu de bloemetjes op. En iedere keer komt er weer een nieuw bloemetje. Of ik zat net met mijn hond en kat in het zonnetje even koffie te drinken. Dat is voor mij het feit dat je daarvan kan genieten. En dat je echt zo die zon in je op kan nemen. Dat is ook En dat voelt wel als een andere. Dat voelt ook als dankbaarheid en zo. Maar het is ook een vorm van rijkdom. Niet zozeer die tuin, maar dat je de mogelijkheid hebt om ervan te genieten. Ja, de perfectie eigenlijk van het leven zien in ieder moment. Ja. Maar het is ook echt zo, als je echt de waarheid van het bestaan gaat zien, dan zie je dat er eigenlijk niets verkeerd is aan het leven. Nou ja, dan is het eigenlijk zo verschrikkelijk mooi. Ja. Het is wel grappig, want op het moment, dat weet Bob wel, zo'n uitspraak van zo'n voetballer. Je ziet het pas als je het ziet of zo. Wat is die uitspraak van Johan Cruijff? Je ziet het pas als je het doorhebt. Of ik weet het niet, Bob zal het zo wel in de chat zetten. Maar hij heeft er veel. Oh ja, oké. Nou, maar zoiets, en dat is hier ook mee. Je hele leven zie je het leven op een bepaalde manier. Dat jij verkeerd bent, het leven is verkeerd en je moet hard werken om iets te veranderen. En je gaat naar een bepaald punt toewerken dat het goed is met alles in je leven. Op ieder vlak, met je lichaam, met je werk, op ieder vlak, met je emoties, met je relatie. Op ieder vlak is er een oordeel over wie je bent en de wereld zelf en andere mensen. En je bent altijd je best aan het doen om het helemaal goed te krijgen.
Terwijl, ja, en dat is heel normaal. Zo leeft het grootste deel van de mensen leeft zo. En dan komt er zo'n moment en dan, en het is niet één moment, het zijn meerdere momenten dat je gewoon gaat merken van, dit werkt niet, er is iets, ik kom nooit op dat punt, wanneer ga ik dan op dat punt komen dat ik goed genoeg ben of dat het allemaal klopt of dat het allemaal samenvalt, wanneer gaat dat punt dan komen? En dan ga je stap voor stap beseffen van, wow, het is, en dat leer je dan ook met bepaalde spirituele teksten of je hoort het zo van verschillende mensen en dan ga je denken van wow, het leven is perfect, de natuur is perfect, wij zijn onderdeel van de natuur. Het is onze perceptie erop dat er iets mis is en dat wij iets moeten fixen, dat de mens de rol van God over heeft genomen en daardoor een bepaalde separatie heeft gecreëerd van God of van de natuur of van het bestaan in het algemeen. Maar wij zijn onderdeel van de natuur. Wij zijn onderdeel van alles wat is. En wij behoren de natuur te dienen. En wij behoren het leven te dienen. Het is niet zo dat wij het leven moeten domineren of dat het leven ons dient. Ja, het leven dient ons als wij het leven dienen. Dan is het gewoon helemaal perfect. Als je opkomt dagen voor het grotere geheel. En dan krijg je precies wat je nodig hebt. En dan is er geen tekort, want je krijgt altijd exact op je pad wat jij nodig hebt om naar dat punt te komen dat jij compleet in harmonie bent met jezelf en het leven en met alles wat is. En als je contrast ervaart, dat is alleen maar om je op dat punt te krijgen. En zodra je op dat punt bent, er is geen pijn, er kunnen emoties zijn of vervelende situaties, maar er is geen lijden. Want je ziet het gewoon als het is. Ja. Ja, wij hebben ooit een programma gemaakt, of gedaan eigenlijk, over God wil dat je zielsgelukkig bent. Ja. En daar is voor mij, voor ons allebei denk ik wel echt de shift gekomen dat alles gebeurt om je verder te brengen. Alles gebeurt overal waarvan je denkt, hey, dit vind ik vervelend of dit wil ik niet. Dat is alleen maar een seintje. Hey, het kan ook anders. Je mag ook voor iets anders kiezen. Het feit dat je dit voelt, het feit dat je het zo rot vindt, betekent alleen maar dat je voor iets anders mag kiezen of dat je iets nog mag erkennen. En als je die echt helemaal pakt en gaat oefenen en daar eigenlijk meester in wordt, dan is het leven ook totaal anders. Ik denk dat dat misschien nog wel de mooiste definitie van rijkdom is, of ons gevoel bij rijkdom. Dat als je inderdaad het zo gaat zien dat alles voor je gebeurt, en dat je denkt, hey, interessant, wat me nou weer gebeurt, of wat ik nu weer voel. Want dan kan je er ook in ieder moment wat mee. Maar als je blijft denken, en we hebben er allemaal gezeten, of we hebben daar in ieder geval, wij kennen de verhalen van elkaar, van oh mijn god, dit wordt me allemaal aangedaan. Ja, daar kom je ook gewoon niet uit. Nee. En dan is het levens echt, wat er allemaal gebeurt en wat anderen nou weer gedaan hebben. Ja, die verhalen, als je in je ego zit, die verhalen zijn echt. Het voelt echt, het lijkt echt. Maar het is niet, het is maar een verhaal. Als je dat kunt gaan zien, alles is maar een verhaal. En ik kan er of tegen vechten of ik kan het gewoon accepteren en dan nieuwe keuzes maken. Maar it's just a story. Ja, en misschien is het voor iedereen wel interessant om heel even een momentje te nemen van wat is er nu in mijn leven wat ik graag anders wil? Dus waar loop ik tegenaan of waar heb ik vandaag over lopen klagen of waar heb ik last van? Wat vind ik vervelend? Dat je dat even bewust voor je neemt en dan denkt, oké, wat nou als dit niet iets fouts is? Wat nou als het niet tegen mij is, maar dat ik het anders mag gaan zien? Ja. Want dan kan je er namelijk ook voor openstaan en dan kan je ook het universum of God of de engelen of wie je ook wil gewoon vragen van, nou, ik weet het niet, maar laat het me maar zien. Ik sta ervoor open. Dan gebeuren er altijd toffe dingen. Dat weten we ook allemaal. Maar zolang we in die starre situatie blijven, of als je nu bijvoorbeeld, als ik zeg van, haal eens een situatie voor je en je gaat er niet over nadenken, dan onthoud je jezelf gewoon de mogelijkheid om iets te shiften. En dat doen we ook vaak. Weet je, dat is hetzelfde als dat je een training volgt en dat je dan een opdracht krijgt en dat je alleen de opdracht leest en dat je denkt, nou, dit heb ik ooit al eens gedaan. En dat je dan weer verder gaat. Weet je, dat is een beetje hetzelfde idee. Oh, dit werkt toch niet voor mij.
Ja, dat is mooi, Josje, wat je zegt van denk eens aan een situatie waarin jou iets is aangedaan en dat je kunt zien, ja, dat je daar een andere perceptie op gaat hebben, maar ook andersom, hè, als mensen denken dat jij ze iets aan hebt gedaan. Hè, dat is eigenlijk een soortzelfde situatie. Doen we elkaar iets aan of co-creëren we in een situatie? En zijn we dingen aan het leren inderdaad? En zijn we samen aan het ontdekken en samen aan het groeien? Want mensen maken alleen maar de keuzes op basis van hun bewustzijn wat ze op ieder moment hebben. En ja, we moeten ook, ja, wat ik afgelopen jaar ook had ik met een van mijn andere vriendinnen besproken, met Margaretha, van ja, soms zijn we zo bang om zaken te doen omdat we bang zijn om iemand pijn te doen of om andere mensen pijn te doen. En je moet op een bepaalde manier ook bereid zijn om de katalysator te zijn voor andermans groei. Want anders hou je jezelf klein en je houdt de ander op dezelfde plek. En ja, niet iedere plek waar we zijn is een gezonde of een plek die een bijdrage heeft. Dus je moet altijd bereid zijn om, als je weet van ik maak deze keuzes en er gaat pijn komen bij jezelf en bij de ander, om de katalysator te zijn van die pijn, maar uiteindelijk van de groei die erdoor gaat komen. Ja, en het kan natuurlijk ook zelfsabotage zijn. Hè? Als jij zo in de overtuiging zit van ik kan dit niet doen, want anderen zullen daar iets van vinden of daar last van hebben. Dat is ook een manier om jezelf daar te houden waar je nu bent. Maar je weet helemaal niet hoe het gaat zijn. Nee. Voor hetzelfde geld is het het grootste cadeau aan de ander. Dus je kan ook hoe die persoon erop reageert. Ook al denk je dat het echt verschrikkelijk zal zijn, dat weet je helemaal niet. Je kan het wel misschien inschatten. Maar het is ook een manier om onszelf klein te houden. Hetzelfde als ik durf mijn werk niet met de wereld te delen, of ik vind marketing zo lastig, of ik vind het vervelend of moeilijk om een aanbod te doen, want wat zullen mensen daar wel niet van vinden? Nou, ik heb eigenlijk nooit gehad dat iemand er iets van vond, of in ieder geval me niet liet weten. Het is gewoon puur een manier om jezelf te saboteren. Dan hoef ik het ook niet te doen, want ja, straks vindt iemand wat van mij, dan hoef ik het in ieder geval niet te doen. Ja. Nou, daar moet je mensen dus voor ontslaan, hè? Van de taak om iets van jou te vinden. Ja, maar dat is echt, echt een serieuze. Echt een hele belangrijke. En ik heb hem echt misschien wel een jaar lang dagelijks tegen mezelf gezegd. En ook opgeschreven en hij hing op mijn spiegel. Weet je, echt op het punt komen. Nou, niet van het kan me niet schelen wat een ander van me vindt. Maar het is niet jouw taak om iets van mij te vinden. En het is ook niet mijn taak om iets van jou te vinden. Ja. Dat is best moeilijk. Want zo is ongeveer onze hele samenleving ingericht. Ja, dat is gewoon echt als je op die reis van bewustzijn bent. Of je gaat die andere keuzes maken. Ik zeg wel eens, je gaat shiften van die mensenidentiteit naar die zielsidentiteit. Moet je eigenlijk op een hele nieuwe manier leren leven. En ik denk, ja, dat was natuurlijk ook waar ik dit gebeuren een beetje mee gepromoot had. Van ja, wij hebben allebei best wel succes opgebouwd. Maar het was nog net gebaseerd op die mensenidentiteit. En dan is het een soort van, er is een element van drijfzand. En pas als je op die diepere laag komt en je gaat deze punten implementeren, we gaan ook zo verder met 3, dat is je fundament, dat is je basis. En vanuit dit kun je creëren, kun je dingen neerzetten. En als ik kijk van de shift die ik heb gemaakt van waar ik toen was met mijn bedrijf naar nu, maar ook de relaties. Ik ben inmiddels gescheiden en ik heb een andere relatie, een heel ander leven eigenlijk. Dat je dat fundament eerst voor jezelf bouwt, dat is zo verschrikkelijk belangrijk. En dat fundament ligt voor het grootste in de perceptie over jezelf en het leven. En over waar jij wel of niet verantwoordelijk voor bent. Want als je je bedrijf bouwt of je zielsmissie bouwt of je rijkdom bouwt op het tegenovergestelde van deze. En dus je bent voor iedereen verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk voor hun gevoel. En draai al deze punten om, zeg maar. Ja, dat is wel leuk, hè? Dat is drijfzand. Dat is gewoon, het is niet houdbaar.
He, want als ze dan maar even iets verkeerd gaan en dan raak je in de stress en dan heb je het gevoel alsof de hele wereld onder je voeten uit wordt getrokken. Terwijl je moet stabiliteit bouwen in je leven. Je hebt een fundament nodig. En dat geven deze punten een intern fundament waarop je de rest van je leven kunt bouwen. Ik bedeel de punten ook trouwens als ik de replay meestuur, dan zal ik ze ook, want we springen een beetje van de hak op de tak, maar ik stuur de punten mee. Dus, Ja, wat er nog helemaal opkomt is, we hebben allebei dat succes ervaren, wat ook deels nog vanuit hoofd kwam, inderdaad. En we dachten dat we volledig aan het doen waren wat we wilden, maar op die laag, weet je, je moet gewoon een reis maken voordat je daar bent. En ja, daarbij is een belangrijk, misschien moet hij er ook gewoon echt wel als punt bij, maar er is niks fout gegaan. Nee, maar die staat erbij. Oh, oké. Okay. Ja, nou. Er is geen goed of fout, staat er. Nou ja, maar de reden waarom we vaak niet door kunnen groeien, of waarom we onszelf beschermen of saboteren of wegblijven van alles wat goed is van onszelf, is omdat er dingetjes voor ons gevoel fout zijn gegaan. Daar geven we onszelf de schuld van. We hadden toch beter moeten weten. En als je er naar kijkt als ja, dat is gewoon fout gegaan en ik ben slecht, kom je niet verder. En als je echt, net zoals, weet je, het is niet jouw taak om iets van mij te vinden. Het gaat erom dat ik mezelf leuk vind. Is hetzelfde als, als dit stukje eigenlijk. Ja. Nou, en welke vergelijking ik de laatste tijd heel vaak bij me opkomt. Want een baby is onschuldig. Hè? Als je naar een baby kijkt, dan zie je een wolkje onvoorwaardelijke liefde. En dus stel bijvoorbeeld, de bevalling is niet goed gegaan. Hè? En de moeder heeft heel veel moeders tijdens de bevalling hebben heel vaak heel veel pijn. Maar het is extreem. Of er is van alles, weet ik veel, of misschien lag ze kantje boord. Of weet ik veel wat er allemaal mis is gegaan. Het gebeurt echt, als het ooit is gebeurd, dan is het echt mishandeling. Maar het is nooit dat de baby daar de schuld van krijgt. Het is nooit zo dat die zeggen van, oh, die baby die heeft dit en dat gedaan en nu is dit gebeurd en het is de schuld van de baby. Het is gewoon wat het is. Het is wat het is. Maar zodra die baby ook maar een beetje leert praten, lopen of wat dan ook, dan krijgt hij constant de boodschap en dan bevindt hij zich in situaties waarin een ander misschien pijn heeft of contrast ervaart. En dan krijg je dus de boodschap, jij bent verkeerd, jij doet iets verkeerd, wat jij doet is niet goed genoeg. Hè, dus ouders hebben bijvoorbeeld een slecht gevoel om keuzes die de kinderen maken en proberen de kinderen te veranderen. Hè, dus, want jij bent niet goed genoeg. En dan wordt dus onze onschuld weggenomen en dan ja, komen we in die separatie, in dat separatiebewustzijn, dat er iets mis is met ons. Nee, we zijn allemaal één en we creëren samen en we bevinden ons soms in situaties die consequenties hebben waarvan we later denken, dit was niet slim. We hadden dit anders moeten doen. Maar dat betekent niet dat er iets fout is gegaan. We hebben gewoon dingen uitgeprobeerd en daar is een consequentie uit voortgekomen. En dit is heel belangrijk, want zo ontstaan eigenlijk alle grote problemen, maatschappelijke problemen, oorlogen, omdat we niet eerlijk kunnen zijn van er is gevolg en consequentie. Want we denken van we moeten het goed doen, we moeten het goed doen. Dus dan durven we niet echt te kijken naar wat er aan de hand is. Omdat we dan denken dat we iets verkeerd hebben gedaan. En daar moeten mensen echt uitstappen. Je hebt nooit iets verkeerd gedaan. We maken keuzes en daar zitten consequenties aan verbonden. En dat moet je loskoppelen van wie jij bent of dat jij iets verkeerd hebt gedaan. Wij als bewustzijn maken die keuzes en daarin kunnen we andere keuzes maken die ja, een andere realiteit creëren die wel voedend is en die helend is en die liefdevol is. Tuurlijk wil je dat, maar het betekent niet dat wat je hiervoor deed verkeerd was. Daar hebben we gewoon van geleerd. Maar omdat we denken dat we iets verkeerd hebben gedaan, kunnen mensen niet eerlijk kijken naar wat er is. En dan blijven ze een soort van hangen in een of andere rare illusie of zo. Ja. Ik denk dat het ook nog een beetje het woord, je zegt ik maak keuzes en dat heeft consequenties. Dat is ergens misschien ook nog een
oordelend woord. Je maakt een keuze en je hebt een ervaring. En je maakt een andere keuze. Nou, heel goed. Je creëert een ervaring. Als je erachter komt, hey, deze ervaring was niet zo prettig, dan kan je een andere keuze maken. En dan heb je een andere ervaring. En dan ben je heel goed in het creëren van die fijne ervaringen. En dan blijkt toch opeens dat je toch nog iets vervelends creëert. En dan kan je denken, oh mijn god, nou doe ik het weer helemaal fout. Nee, dan kan je weer een andere keuze maken. Ja, dan maak je een andere keuze. Kijk, en we denken van, we doen de ander iets aan. Maar we zijn één bewustzijn. Dus het is niet dat we dader en slachtoffer zijn. We zijn co-creators. En ja, we zijn allemaal verantwoordelijk. En dat is punt 3, laten we verder gaan. Neem 100% verantwoordelijk voor je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, geluk en leven. Maar neem nooit verantwoordelijkheid voor een ander over. Jij bent verantwoordelijk voor jouw keuzes en de ander is verantwoordelijk voor zijn keuzes. Maar je co-creëert in iedere situatie. Er zijn geen daders en slachtoffers. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En dat is best wel lastig om te zien, vooral als je heel ver uit elkaar ligt. Hè. Je ziet ook zo nu, maatschappij of qua veel problemen worden naar bepaalde mensen gekeken van, oh, zij veroorzaken dit of dat. Maar het zijn alleen maar, zij maken keuzes en andere mensen gaan daarin mee. Hè. En je hoeft er niet in mee te gaan, je hoeft nergens in mee te gaan. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Ja, maar daarin hebben we in ons bewustzijn gewoon nog best wel wat te leren. Dat zie je ook in hoeveel mensen er uit elkaar gaan. Daar vinden we van alles van. Want ja, 1 op de 3 huwelijken gaat kapot. Maar het is ergens heel logisch. Want als ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen keuzes en mijn partner ook, en we zitten in een oude relatie, dan ben je eigenlijk elkaars pijn en gedoe aan het dragen. En dan beweeg je daarmee. En terwijl als ik 100% verantwoordelijkheid heb voor mezelf, dan en de ander ook, dan kan er dus een moment komen dat we denken, hé, maar dit voelt niet als de hoogste bijdrage aan ons. Of ik wil wat anders dan jij, waar we vroeger dan nog gingen schipperen. Heeft inderdaad een keuze ook weer een gevolg of een ervaring. En die vinden we vaak, of tenminste, we moeten er bewust van zijn dat we best wel nog in de structuren zitten, zoals de overheid die alles zegt en vindt, of de relatie zoals het nou eenmaal hoort. Je moet toch met elkaar meebewegen. Je kan toch niet zomaar voor jezelf gaan. Het heeft alleen maar met bewustzijn te maken dat we ernaar kunnen kijken. En dat je inderdaad, zelfs als met vaccinatie bijvoorbeeld, hè, op het moment dat iemand mij gaat overtuigen dat iedereen die geen vaccinatie neemt super slecht is. Wat ga je dan doen? Want ik zou zelf geen vaccinatie willen. En ik heb bijvoorbeeld daarin nu ook geleerd dat ik alleen maar het gesprek heb van, ja, het is wel interessant dat ik ervaar dat ik eigenlijk niet gewoon bij mijn keuze mag zijn. Dus ik ben blij voor jou dat jij er gewoon over praten. Dat is gewoon nodig. Dat pionierschap erin, dat we nieuwe situaties zien, dat we ruimte scheppen. Want je kan geen rijkdom creëren als je in het oude, starre, eenzame, armoedige vast blijft zitten. Ja, vrijheid van keuze inderdaad. Dat is mooi. Bob en ik zeiden ook altijd tegen elkaar in onze relatie, zodra we het gevoel hebben dat we niet meer de grootste bijdrage zijn aan elkaar, ja, dan beëindigen we de relatie. En dat is ook, op een gegeven moment voelden we dat ook. We zijn samen gegroeid tot dit punt, maar we kunnen niet meer groeien naar het volgende punt. Er is iemand anders voor ons. En dan kun je ook een relatie, ja, het is altijd lastig om iets los te laten, maar dan kun je het wel loslaten. Want je weet, ja, er is een ander leven voor mij. Of er is iemand anders die hoort bij de volgende fase in mijn leven. En dat zie je in de natuur. Gaat makkelijker mee met die veranderingen. Hè? Dieren vinden niks van de seizoenen of van wat er dan ook gebeurt. Maar mensen vinden van alles van veranderingen. Die willen alles het liefst hetzelfde houden. Maar als je dat wil, dan rem je je eigen groei. Ja. Dan kun je ook geen rijkdom creëren. Ja, er wordt een vraag in de chat gezet van, kun je dan eigenlijk überhaupt een relatie hebben? Maar ik denk dat het juist over dit bewustzijnstuk gaat, dat we allemaal relaties met elkaar hebben. Ja. Ik vind mooi wat Eckhart Tolle zegt. Hij zegt, je hebt geen relaties, maar hij noemt het relating experiences. Dus je relateert met elkaar,
Maar relatie impliceert dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar elkaar toe. Ik denk, je hebt een verantwoordelijkheid naar God, of ik heb een verantwoordelijkheid om in iedere situatie de hoogste keuze te maken die ik op dat moment kan zien. En daarin relateer je naar elkaar. Een relatie met verwachtingen of verplichtingen, dat voelt heel stroef. En iemand zegt, voor de kinderen is het wel vaak enorm ingewikkeld. Iets dat nog jaren gevolgen heeft. Hè? Dus waarschijnlijk bedoel je uit elkaar gaan. Maar dat is ook perceptie. Hè? Ik had ouders die bij elkaar bleven voor de kinderen. Ja, gordijn dicht doen. De heerlijke zon. Mijn ouders die hebben hele grote problemen gecreëerd doordat ze bij elkaar bleven. Wat heel onveilig en heel naar voor mij is geweest. Maar ik heb ook altijd het idee gehad met de vader van mijn kinderen van, wij moeten bij elkaar blijven. Je kan niet uit elkaar gaan, maar ik kan echt nu zeggen dat het de allergrootste bijdrage is aan iedereen. En inderdaad, iedere actie heeft gevolgen. Nee, geen gevolgen. Ervaringen. Een ervaring, daar creëer je een ervaring mee. Voor elke actie creëer je een ervaring. En voor welke actie je kiest, mag je nog steeds helemaal zelf weten. Ik denk, die vrijheid is echt wel belangrijk. Oké, zullen we even verder gaan met het lijstje? Want dit is een... De volgende is, doe alleen maar dingen die je doet omdat dit is wie jij wil zijn. En omdat ze jou oprecht vreugde geven, niet om iets te krijgen van een ander. En jij bent jouw bron, God is jouw bron, jouw bewustzijn is jouw bron. En daar gaan we het in ons Geld is Liefde event ook over hebben. Van jouw perceptie op de wereld, jouw overtuigingen, je gedachten, jouw visie op geld, op rijkdom, is hoe het leven opkomt dagen. En dus op het moment dat jij allerlei dingen doet om iets te krijgen, dan zeg je eigenlijk dat de bron buiten jezelf ligt. En dan ontken je je ware natuur. En dan zul je nooit de rijkdom of het geld kunnen creëren waar je echt naar verlangt. Want je ontkent dat dat in jezelf zit. Dat het in je eigen overtuiging, in je eigen bewustzijn zit. En op het moment dat je dat shift naar, ik doe niet iets om iets van jou te krijgen, dus... Ik investeer niet in de vriendschap met jou om iets terug te krijgen. Ik daag op in onze vriendschap omdat dit de persoon is die ik wil zijn. Dit zijn de keuzes die ik wil maken. En dan daag jij op hetzelfde niveau. Of je denkt van dit is geen fijne vriendschap voor mij. Maar omdat ik kies wie ik wil zijn, komt die vriendin die daarmee matcht. Nou, toevallig maak jij wel dezelfde keuzes en hebben we een hele bloeiende vriendschap. Maar dus je moet nooit een ander zijn in je relaties of in je missie of met geld. Kom opdagen als de persoon die jij wil zijn zonder, niet om wat je daarvoor terugkrijgt. Want je krijgt altijd, het universum matcht altijd wat jij geeft. Ja, en dat is ook meteen een mooie. Als je vriendschappen of je relaties of wat dan ook dus niet zijn wat je wil, kan je ook kijken naar, welk verhaal is dit in mij wat dit creëert of wat dit in stand houdt? Als je bijvoorbeeld zegt van, ik ken mijn beste vriendin al zo lang en het werkt eigenlijk niet meer, maar ik mag iemand niet in de steek laten of zo, dan creëer je dus ook een armoedige situatie daarin. Terwijl als je een andere keuze maakt, bijvoorbeeld al van, ik heb alleen maar vrienden die mij volledig begrijpen en supporten, dan shift er vanzelf iets. Dan gaat die vriendin die je misschien al zo lang kent, waar je niet meer op één lijn bent, gaat vanzelf weg. Daar hoef je dus niet voor te werken of iets te doen. Het is weer die keuze daarin. Ja, en dat verwijst ook weer terug naar nummer 1, dat je jezelf onvoorwaardelijk support. Dat stel, er is iets met mij en jij bent niet beschikbaar, dan ben ik er voor mezelf. Ja. Dan zeg ik, oké, Maart, wat heb je? Ik heb zo vaak, innerlijke conversatie noem ik het zelf, maar dan ga je gewoon letterlijk tegen jezelf praten. Oké, Maart, wat heb jij nu nodig in deze situatie? En dan geef je jezelf dat. Het maakt niet uit of die persoon niet beschikbaar is, of het maakt niet uit als die persoon weg zou gaan, of het maakt niet uit of je die persoon niet af kan spreken vandaag, of dat die situatie of die ervaring niet doorgaat, want jij bent er voor jezelf. Jij kunt een fijne dag maken.
En jij kunt dit doen, jij kunt op die manier komen opdagen. En dan zul je zien dat het leven dat ook spiegelt. Maar je moet dat aan jezelf geven. Je moet jezelf niet in de steek laten of laten vallen. En je moet op jezelf kunnen leren vertrouwen dat als er iets gebeurt of iemand haakt af of iemand gaat weg of iemand laat je in de steek, dat jij er voor jezelf bent. Dat jij zegt, ik ga niet over je oordelen, ik ga niet zeggen dat je iets verkeerds hebt gedaan. Ik ben er voor jou. He, al is er niemand in de hele wereld voor jou, ik geef je liefde, ik geef je warmte, ik zeg dat je een goed mens bent, dat je, nou weet ik veel wat je tegen jezelf vertelt, maar je laat jezelf niet in de steek. Dat is gewoon zo belangrijk. Wees er voor jezelf, dat je op jezelf kunt vertrouwen. Zeker, en dat is weer punt 2. Loop nergens voor weg in je leven. Dus ja. Inderdaad, ja, het is grappig hè, ze hebben allemaal wat met elkaar te maken. Ja. Maar dat is wel zo. Het gaat er wel om dat je dan niet in het oude ego-verhaal blijft zitten. Maar dat je inderdaad denkt, ja, ik ben gewoon met mezelf en wat ik voel mag ik voelen. Het is niet prettig. Maar het is, ik ben er. Ik ben met mezelf. En als je ook dat oordeel over je emoties of je pijn eraf gaat halen, het is niet prettig, dan is ook dat gewoon. Want wat ik zelf merk is dat stel ik heb emoties of ik heb contrast of ik ervaar iets, er is altijd meer vrijheid aan de andere kant als ik bereid ben om er doorheen te bewegen. Er is altijd meer vrijheid. Terwijl als je ervoor wegloopt, daar is geen vrijheid, daar is jail, emotional jail. Dat is de emotionele gevangenis, de gevangenis van pijn en lijden. Terwijl als je er zegt, nee, en ik weet nog heel goed, ik zat vorig jaar een keer in bad en ik merkte zo heel veel verdriet opkomen. En toen was ik hier net over aan het leren van er voor jezelf zijn als je emoties hebt of als je pijn hebt. Ik dacht, oh ja, dat is wat ik doe. Als ik dan verdrietig ben, dan ga ik eigenlijk ook nog eens over mezelf oordelen dat ik iets verkeerd heb gedaan. Of wat nou als ik van mezelf blijf houden in dit moment? Dus ik voelde dat verdriet, maar tegelijkertijd bleef ik van mezelf houden. En dat was echt zo'n gigantische shift. Dat verandert gewoon je hele leven. Als je echt van jezelf blijft houden, wat er ook aan de hand is. Want de meeste mensen, we hebben geleerd om te oordelen over ons gevoel. Maar het is niet dat die emoties er hoeven zijn, maar ze zijn er omdat onze overtuigingen over het leven nog niet afgestemd zijn op wie we werkelijk zijn. Daarom zijn die emoties er. En die op het moment dat je die perceptie verandert, gaan op den duur ook die emoties worden minder, de intensiteit wordt minder, uiteindelijk verdwijnen ze helemaal. Maar je kan dat niet veranderen vanuit oordeel. Je kan dat alleen maar veranderen vanuit acceptatie en overgave. En ja, punt 2, jezelf er liefdevol doorheen begeleiden, wat er ook aan de hand is. Nou, het is eigenlijk verdient nog een eigen punt, maar jezelf nooit meer afwijzen. Ja. Afwijzen in wat je voelt, afwijzen in wie je bent, afwijzen in wat je wil. Want als je inderdaad jezelf afwijst, kan je niet met jezelf zijn. Nee. Kan je niet, dan loop je hoe dan ook weg. Want dan geldt ook niet, en andere mensen ook niet, en relaties ook niet. Dan oordeelt niet iedereen over je, maar dan oordelen andere mensen ook over je. Die spiegel komt opdagen. Nou, het is niet dat mensen dan niet meer over je oordelen, maar je kan het er laten zijn. En laat ik dat verschil maken. Oké, volgende punt. Maak het simpel en leuk. Ja, voor mij is dat altijd een hele belangrijke. En dat is ook iets wat wij met elkaar hebben afgesproken. Dat we gewoon... Weet je, je kan zoveel en er zijn zoveel mogelijkheden. En voor je het weet ben je 100.000 dingen aan het doen die nergens naartoe leiden. En waar je ook helemaal geen plezier meer in hebt. Dus dat is voor mij echt een basisding van, is het nog simpel? Is het makkelijk uit te leggen? Kan ik het makkelijk doen? En vind ik het ook echt leuk? En zodra ik 3 weken op een salespagina tekst zit te schrijven en ik zit er helemaal in vast en ik weet het niet meer en ik weet mijn waarde niet meer en ik heb het moeilijk en zwaar. Dat zijn altijd van die momenten. Ik dacht, oh wacht even, hier klopt iets niet. Het moet weer terug naar simpel en leuk. En als ik die terugbreng, dan denk ik, oh, maar wacht, hier ging het over. En dan haal je jezelf er gewoon meteen uit. Hetzelfde als dat je een programma maakt of dat je
weet ik veel wat. Dat is met alles, maar het is gewoon basisregel. Simpel en leuk, makkelijk te begrijpen zijn, goed uit te voeren. En is dat het niet, hè, ben je aan het overcompenseren. Ik denk, wat gebeurt er? Ja, wat vaag. Ik wilde weer scherp zijn. Nou ja, zo simpel is het en ja. Zo leuk is het. Nou, het is heel belangrijk, want iedereen wil het simpel en mensen maken het zo ingewikkeld. Maar het komt vanuit een soort schuldgevoel, een bewijsdrang. Dat je, dan ga je er van alles bij halen wat niet nodig is. Want het staat, mensen denken, oh, ik moet van alles doen om ergens te komen. Maar het zijn eigenlijk twee aparte dingen. Jouw perceptie creëert, de overtuigingen creëren. En ja, wat je doet, is voor jou. Ja. Dus het is niet om iets te bereiken, want wat je creëert of hoe je het waarneemt, dat komt door je overtuigingen, niet per se door je acties. De acties kunnen een gevolg zijn, maar er is helemaal niet zoveel actie nodig om iets te creëren. Alleen de afgestemde actie is nodig om iets te creëren. De rest is ballast, het is onnodig, ja, het is gewoon niet nodig. De meest simpele dingen zijn eigenlijk de beste strategie. Maar dat vraagt meer om terugschalen. En dat is gewoon heel lastig voor mensen. Want het zit zo in ons bewustzijn ingebakken. Ik moet dingen doen om iets te bereiken. En dan ben je dus altijd aan het kijken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? In plaats van wie moet ik zijn? En dat is een van de andere punten. Dat is punt 10. Kies steeds voor wie je wil zijn. Het gaat niet om wat je doet, komt voort vanuit wie je bent. En wij zijn, ik kies ervoor om de persoon te zijn die het simpel mag houden. Ik kies de persoon die geld mag ontvangen. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die geld op mag laten dagen om ons te dienen in onze missie. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die mag genieten van alles. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die op het hoogste niveau komt opdagen. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die mezelf onvoorwaardelijk steunt. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die altijd weer haar uiterste best doet om voor liefde te kiezen. Ook al zien andere mensen niet altijd dat het liefde is. En dus wie kies je om te zijn? Misschien is het leuk als iedereen in de chat één dingetje... Eén opmerking. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die gewoon één ding voor jezelf. Om iets te claimen naar jezelf toe. Ik kies. Wat zou jouw ding zijn, Josje? Ja, ik doe hem echt meerdere keren per dag. Vanmorgen was hij voor mij. Ik kies ervoor om de persoon te zijn die helderheid heeft. Want dan denk ik, oh, er moet van alles gebeuren en veel en ik weet het even niet meer. En dan denk jij, waar kies ik nou voor? Sowieso is het woordje kies echt een magisch woord. Als je bijvoorbeeld zegt, oh, ik voel me overwhelmed of ik weet het niet of wat dan ook. En als je dan het woordje kies in je zin voegt, van ik kies ervoor om geen helderheid te hebben. Dan kan je meteen even voelen wat dat met je doet. Als je dan denkt, daar wil ik eigenlijk helemaal niet voor kiezen. Dan kun je à la minuut kiezen waarvoor je wel wil kiezen. En soms is het ook oké, hè? Soms wil je ook gewoon even geen helderheid hebben. Maar dat woordje kiezen is echt magisch. En dus keuze helderheid. Creëert. Wat zei je? Keuze creëert. Ja. Nou ja, mensen kiezen onbewust. Ze weten niet wat ze kiezen. Ze volgen, maar door te volgen kies je ook. Je kiest alles wat je doet. Je kiest om 's ochtends je koffie te pakken tot je kiest voor wie je stemt. Je kiest voor waar je in meegaat. Je kiest welke regels of welke maatregelen je wel of niet volgt. Je kiest wat je tegen jezelf zegt. Je kiest je kiest alles. Ja, en soms is het ook oké als je erachter komt van ik kies ervoor om de persoon te zijn die zich even rot voelt. Dat is ook oké, dat mag. Als je maar weet dat je een keuze hebt en hoe vaker je dit zinnetje herhaalt, te kiezen voor om de persoon te zijn die, dan word je gewoon veel bewuster van waar je soms het gevoel hebt van nou, dit overkomt mij allemaal. En als je dat zinnetje gebruikt, dan word je gewoon steeds in je bewustzijn teruggeroepen. Nee hoor, zeg maar waar je voor wil kiezen. En dat is ook een mooie nog, soms weet je nog niet waar je voor wil, of tenminste weet je wel waar je voor wil kiezen, maar lukt dat nog niet, dan kan je ook met bereidheid werken. Dus ik kies ervoor om de persoon te zijn die heel veel rijkdom ervaart.
Ik weet nog niet hoe, maar ik ben wel bereid om deze keuze te maken. Ja. Dat het haalt het hoe weg. Ja, precies. En het is belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Want op het moment dat je niet eerlijk bent met jezelf en je zegt bijvoorbeeld van oké, ik ben de persoon die bereid is om te doen wat er voor nodig is om rijkdom te creëren, maar je bent het niet. Hè, dan lieg je eigenlijk tegen jezelf. Je zegt dan, ik kan mezelf niet vertrouwen, want je dwingt jezelf om iets te doen wat je eigenlijk niet bereid bent om te doen. En dan kun je beter eerlijk zijn van, oké, ik verlang ernaar om die persoon te zijn en op een dag ga ik die persoon zijn, maar nu ben ik nog dingen aan het leren en nu ben ik nog niet helemaal klaar voor om op die manier op te komen dagen of om daarvoor zichtbaarheid te kiezen of om dat gesprek aan te gaan of om die salesgesprekken te doen. En ik ben oké. En je kan veel beter eerlijk zijn dan dat je tegen jezelf zegt, morgen ga ik het echt doen, morgen ga ik het echt doen. En het dan structureel niet doen, omdat je eigenlijk gewoon tegen jezelf loopt te liegen. Ja. Hey, we zijn al bijna een uur bezig, dus we gaan even focussen op de dingen die we vertellen. Dan kunnen we straks ook even de vraag doen. Ja, ik vind het wel mooi wat iedereen zegt. Ja. Ik heb even meegelezen. Ja, lezen ook mooi. Heel fijn. Laten we zo even een momentje inderdaad ervoor pakken. En je ziet hoe goed het werkt, hè? Ja. Dus nummer 8 is gebruik de zin, die komt van Abraham Hicks. Zou het niet fijn zijn als... puntje, puntje, puntje. Dus zou het niet fijn zijn als ik me nu heel gelukkig voel? Zou het niet fijn zijn als ik vandaag een nieuwe klant erbij krijg? Zou het niet fijn zijn als er vandaag iets bijzonders gebeurt? Dat is een hele fijne manier om eens te kijken wat je nou eigenlijk graag zou willen. Dat is helemaal waar we in het begin over hadden, van dat je helder moet hebben waar je nou gelukkig van wordt. Is dit gewoon een hele concrete? Zou het niet fijn zijn als? Ja, Jets vraagt, wat was 6 en 7? Ja. 6 was maak het simpel en leuk. En 7 had Josje even overgeslagen. Ja. Gemaakt, motiveer jezelf. Dus ja, echt, ja, motiveer jezelf lijkt een beetje op support jezelf. Maar goed, ik denk niet dat we daar heel veel over horen. Wat die voor mij was, is dat je momenten of reminders voor jezelf instelt. Bijvoorbeeld door een notitieboekje of een memootje op je computer of op je koelkast of wat dan ook. Nou, inderdaad, kijk, zo dus. Kan je de kleur ook nog kiezen. Waarop je bijvoorbeeld schrijft, ik hou van je, of mijn doel is, of wat dan ook. Maar gewoon die positieve dingen, hoe meer je dat soort reminders en dingen steeds ziet, dat maakt het gewoon makkelijker. Zeker als je gewoon in de waan van de dag zit en je doet de koelkast open of je loopt naar de koelkast en er staat, ik hou van jou, werkt altijd goed. Dat is heel grappig, want zo gaat iedere ochtend mijn wekker. Iedere wekker die gaat, er staat op, ik hou van jou, met een hartje erachter. Cool, ja. Het is grappig dat mijn vriend had dat gezien bij mij en hij stelde zijn wekker in, zette die ook kleine hartjes neer. Maar dat is gewoon, het zijn gewoon van die lieve kleine dingen om jezelf te motiveren en te steunen en kleine reminders. Ja, ook op je schermbeveiliging of gewoon die kleine lieve dingen om tegen jezelf te zeggen. En bijvoorbeeld, ik al met Valentijnsdag had ik voor mezelf en mijn moeder en mijn dochter had ik bloemen en chocola besteld. Gewoon van, ja, het is gewoon fijn om dan geëerd te worden op die manier. En dat je ook niet afhankelijk bent van iemand anders om dat te doen. Maar dat je gewoon, ja, die dingen ook aan jezelf... Ja, jij vertelde ook dat je iedere week bijvoorbeeld verse bloemen koopt voor jezelf of zo. Dat is toch ook rijkdom, gewoon echt die dingen voor jezelf doen. Ja, dat is echt. Maar weet je, het is gewoon, als je het voor jezelf kan doen, kunnen anderen het ook voor jou doen. En als je het niet voor jezelf kan doen, vinden anderen het ook heel moeilijk om het voor jou te doen. Zeker. Goed. Okay. Bouw je rijke leven stapje voor stapje op. Stop met onhaalbare doelen stellen, maar kijk welk kleine ding je vandaag kan doen en houd je aan die ene actie per dag. Nou, dat is heel fijn, want Josje en ik leiden een mastermind, de Liefde, Vreugde en Magie Mastermind. En dit is exact wat we daar doen. Ja, aan het begin van de week stellen we doelen en dan zijn er 2 of 3 doelen die je die week gaat doen om je zielsmissie vooruit te brengen. Hè? En dan gaan we donderdag dus kijken, heb je die doelen behaald? En wat heb je nodig om ze de komende dagen alsnog te behalen? En dat werkt
magisch. Want op het moment dat je vandaag denkt, ja, hij heeft ook niet voor niks liefde, vreugde en magie mastermind, maar als je denkt van ik ga alles in, want dat wil het ego, die wil alles in één keer omgooien en dit doen en dat doen, maar je creëert je rijkdom stap voor stap. Niet, er is niet één wereldverschuivende gebeurtenis, het is iedere dag opkomen dagen. En daar, wij gaan met die mastermind iedere ochtend live. Iedere ochtend om 9:30 gaan we live met de deelnemers. Maandag doelen, donderdag evaluatie, vrijdag vieren en coaching. En daartussen ja, alles wat naar boven komt. En dat is gewoon, ja, werkt heel fijn. In plaats van alles willen doen, 2 of 3 dingen, die doe je structureel. En dan beweeg je de zaak vooruit. Ja, en het fijne ook van dit soort dingen samen doen, is dat je... weet je, we zitten nu op de helft van de eerste helft van het jaar. En je kan als ondernemer bijvoorbeeld denken, wat ga je de tweede helft doen? Of je wil bijvoorbeeld je droomhuis manifesteren of wat dan ook. En dan is dat het doel. Hè? Of om 100.000 euro nog om te zetten. Of om in één keer dat hele droomhuis te hebben. Maar dat is te groot. Het gaat er juist om, wat kan ik vandaag doen? En het commitment maken dat ik het ook echt vandaag doe. Dus wat wij inderdaad vaak doen, is dat we even tegen elkaar zeggen, nou, ik ga in ieder geval dit doen, in ieder geval dat doen. En dat commitment werkt zo goed. Want als je het even niet helder hebt, of je kind is ziek, of het is heel lekker weer buiten en je blijft wat langer buiten zitten, ja, dan schuift het steeds gewoon op. Maar doordat je ook het commitment met elkaar hebt en doordat je het haalbaar maakt. Want als ik nu zeg, je moet nu dit jaar je droomhuis nog manifesteren. Weet je, doe het in stapjes. Maak het haalbaar. Ja, en dat is ook punt 11, heeft hier ook mee te maken. Zorg dat je mensen om je heen verzamelt die je accountable houden. En dat doen wij ook met die mastermind. Van je zorgt ervoor dat je mensen om je heen verzamelt die je echt omhoog helpen. En dus die ook eerlijk durven zijn en die nergens voor weg durven lopen. Josje zal mij bijvoorbeeld nooit gaan... ja, pamperen, of hoe zeg je dat? Ik bedoel, je hebt onvoorwaardelijke... Het is onvoorwaardelijke liefde, maar wel de persoon durven wijzen op zijn of haar... waar hij of zij vanuit pijn komt. En dat is gewoon heel waardevol, want de meeste mensen durven dat niet, want die zijn dan bang dat ze, ja, dat ze afgewezen worden, of die willen dan lief en aardig gevonden worden. Terwijl je hebt mensen nodig die niet van jou nodig hebben dat je ze lief en aardig vindt. Die gewoon die dat sowieso al vinden, omdat ze ja, gewoon in een staat van liefde leven. Maar die jou eerlijk durven te zijn. Hier hou je jezelf tegen. Dit is geen liefde. Dit is geen liefdevolle keuze. Mijn vriend kan dat ook gewoon heel goed doen. Hij is een van de weinige mensen die altijd tegen mij zegt, Maartje, dat is geen liefde. En dan zegt hij, is dat een liefdevolle keuze? En dan denk ik, nee, verkijk. Maar ja, kijk, normaal zou je denken van, dan zou je... maar je hebt dat nodig. Je hebt die mensen in je leven nodig die je uitdagen om daar te kiezen en niet om daar te kiezen. Ja. Nou, en om hem even voor iedereen praktisch te maken, laat even in je opkomen welke 3 mensen jij in je omgeving hebt die dit bij je doen. Dus die naast je kunnen staan en die kunnen laten zien wat je doet, waarvan je ook echt denkt, oh wat fijn dat jij dat tegen me kunt zeggen, van jou kan ik het aanhoren. Want meestal is je partner niet die persoon. Is je partner degene waarvan je denkt, wat zeg jij nou weer? Weet je, hallo, weet je wat ik vandaag allemaal gedaan heb? En vriendinnen ook heel vaak. Weet je, als vroeger een vriendin belde, oh, nou heeft mijn vriend weer dit en dat gedaan, dan ga je toch al, jeetje, wat vervelend voor je, wat heftig, wil je anders langskomen? Dus bedenk eens welke 3 mensen voor jou je op dit niveau supporten. Of er voor je zijn. Want vaak zijn het er veel minder. Of heb je ze niet eens. En ben jij juist anderen aan het supporten en aan het helpen? Ik denk... voor mij, ik ben benieuwd naar jouw 3 mensen. Voor mij is het mijn dochter. Niet, ja, die, want die, het is niet dat zij de dingen zegt, maar die spiegelt me. Die, kinderen spiegelen. Hè? Zij spiegelt me keihard. Dat is, en ja, jij bent echt die persoon voor mij en mijn vriend. En ja, Bob is ja, die mag op de 4e plaats erbij, maar die is dat eigenlijk ook. Die support me ook wel onvoorwaardelijk. Dus goed, ik wil er niet eentje afstrepen. Dus ik mag er 4, ja?
Ja, het is meer, weet je hebt dit nodig. We leven in een wereld waarin we juist het oude steeds in stand proberen te houden. De overheid probeert macht te houden, relaties. Je ziet al, we hebben het over relaties en scheiden en doen wat goed voor jou voelt. En dan komen terecht hoor, want dat had ik een paar jaar geleden ook. Heel veel vraag jou, is dat dan voor je kinderen en kan dat wel en voel je niet schuldig? Dat komt er meteen in ons op. Ja. Op het moment dat je bepaalde keuzes maakt die bijvoorbeeld echt goed voor jou voelen. Gewoon met alles in het leven. Als je een missie hebt, als je iets wil doen, als je iets wil neerzetten, heb je gewoon mensen nodig die echt minimaal op datzelfde niveau zitten en niet meer vanuit ego komen opdagen. Dus heb je ze. Daar gaat het vooral om. Ja, en ik denk voor je kinderen werkt het nog net iets anders, want je moet je kinderen leren dat zij voor zichzelf kunnen supporten, zichzelf onvoorwaardelijk voor zichzelf houden, keuzes maken die hun dienen en die het grotere geheel dienen. Dus kijk, daar heb je een verantwoordelijkheid om te kijken hoe je als co-creator van God voor hun opkomt dagen. En dus dat is wel iets anders, vind ik, dan de verantwoordelijkheid die je hebt naar andere volwassene mensen. Kinderen kunnen nog niet helemaal verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Dat moeten ze leren. En die verantwoordelijkheid heb jij om ze dat te leren. Dus ja, daar zit gewoon wel een verschil in. Maar je kunt niet, zeg maar, in die zin verantwoordelijk zijn voor hun geluk, maar je bent er wel verantwoordelijk voor dat zij leren hoe ze dat in zichzelf kunnen vinden en cultiveren. En goed, ja, dat zij dus dit gaan implementeren in hun leven. En daar ben je verantwoordelijk voor. In ieder geval totdat ze 18 of 20 zijn, of wat is de leeftijd. En ja, daarna natuurlijk ook nog. Want dan, maar dan co-creëer je als volwassene, dan wordt de relatie natuurlijk anders. Ik denk dat het er vooral om gaat dat onze kinderen zijn natuurlijk zo gevoelig dat als zij iets zeggen of iets opmerken, dan voel je het meteen. Dan voel je meteen, oh kak, hier ben ik gewoon in een oud stuk aan het stappen. Of dat is het volgens mij. Je kind moet niet verantwoordelijk zijn voor jouw lessen. Nee. Maar sorry? Maar dat is de grootste uitdaging. Maar met je kinderen is echt, vind ik persoonlijk, de grootste uitdaging. Ja, vooral met de scheiding natuurlijk en zo. Maar ik denk dat Bob en ik het super goed hebben gedaan. We zijn zo'n kindertolk gegaan die ons ook heeft geholpen met wat er nog in ons is. Wat Amy spiegelt en zo. En dat heeft heel erg geholpen. Wij zeiden ook van, we zagen op een gegeven moment wat dingen bij haar. En toen zeiden we ook, wij gaan eerst aan onszelf werken. Want het is meestal, kinderen spiegelen meestal het gedrag. En als wij het gevoel hebben dat wij goed zijn, dat wij op een goede plek zijn, en zij heeft misschien nog steeds dat gedrag, dan gaat zij naar een coach toe. Of als ze er eerder om vraagt. Hè. En op het moment dat wij tegen elkaar zeiden, volgens mij zijn wij, beginnen we op een goede plek te komen, toen wilde Amy ook naar de paardencoach. Dus dat ging ook heel mooi en heel geleidelijk. Ik denk dat, ja, want je ziet, hè, daarom coachen wij mensen, daarom hebben wij onze mensen die ons weer begeleiden, omdat je ziet vaak niet, en daarom gaan we ons Geld is Liefde event ook doen, je ziet vaak niet wat voor overtuigingen er zijn, waardoor ja, kinderen op een bepaalde manier komen opdagen, maar ook geld op een bepaalde manier komen opdagen. En dat is denk ik, gaat het thema worden van ons tweedaagse Geld is Liefde event 8 en 9 juli, hè, waar we ook mensen heel graag voor willen uitnodigen. Misschien kan Bob zo even de link delen. Die staat op mijn website, Bob, onder programma's. Maar dat we niet weten wat er in ons bewustzijn zit, waardoor geld opkomt dagen op een bepaalde manier. En dat dat gewoon heel lastig is om te zien. En dat je daar echt die hulp voor nodig hebt. En kijk, kinderen of mensen kunnen je spiegelen. Geld spiegelt je ook op een bepaalde manier. Als het er niet is, of je hebt een push-pull verhouding met geld of ja, rijkdom. Maar goed, laat ik het even heel praktisch houden. Dan zit er dus van alles in je bewustzijn wat je nog niet waarneemt. En dat lijkt me gewoon heel fijn om die 2 dagen te doen, om daar heel diep in te gaan. We hebben heel veel thema's opgeschreven waarin je blokkades kunt ervaren op het gebied van geld. Dat je gaat leren wat die perceptie is die je hebt, wat het verhaal is wat je jezelf vertelt. En dat gaan we naar het licht brengen, daar gaan we van houden, dat gaan we liefde geven. En tegelijkertijd daar afscheid van nemen en nieuwe keuzes maken, zodat je
ja, aan het einde van die 2 dagen hopelijk een hele andere visie hebt en een heel ander beeld, dus een andere perceptie over geld, over je rijke leven, zodat het leven zich op een andere manier terug kan gaan spiegelen naar je. Het gaat, weet je, de grootste, het zwaarste in ons systeem is dat we denken dat we dingen moeten doen om het waar te zijn, om geld te krijgen, om dat soort dingen. Maar echt de grootste shift zit in erkennen wat je voelt en het nieuwe opbouwen. Dat is eigenlijk het enige. Maar wat we steeds doen is voorbijgaan aan wat we werkelijk voelen. Hè? We hebben bijvoorbeeld tijdens het event een oefening van wat vind je nou werkelijk over geld. Ik heb die zelf een paar jaar geleden gedaan en dacht, nou, toen ik eerlijk opschreef wat ik werkelijk van geld vond, nou ja, dan is het niet meer dan logisch dat je iedere keer gedoe blijft creëren. Ja. Maar om dat aan het licht te krijgen, Jos, je vraagt om best wel wat, want ja, als ik gewoon kijk toen ik 7 jaar geleden mijn bedrijf begon en ik had zoveel geldblokkades toen. Toen zag ik ook niet wat er precies aan de hand was, waarom dat ik geen geld kon verdienen met mijn salesmissie. Dan moet je echt leren. Het is, ja, om dat te zien wat er precies in je bewustzijn zit, dat vraagt om best wel wat skills. Dus ik heb ook natuurlijk mijn Geld is Liefde programma's gegeven en zo. Dus daar gaan we gewoon heel veel van pakken. En de naam van het event is ook Bevrijd Jezelf. En dat is het doel. Want op het moment dat je de juiste perceptie hebt over geld en rijkdom. En het kan opkomen dagen zoals het dienend is voor jou. Dan is het innerlijke gevecht met geld, die push-pull, die gaat weg. En dan komt er dus vrede en dat is bevrijdend. Absoluut. Ja, goed, we hebben natuurlijk net ook iets verteld over die mastermind. Dus als je zoiets hebt van nee, dat event is niet kloppend, maar ik heb wel die dagelijkse support nodig. Ja, dan geef ook even een seintje of... Ja, misschien moeten we even duidelijk het verschil. Dus wat we met het Geld is Liefde event willen gaan doen is 2 dagen gewoon... Wij hebben gewoon de ervaring en de visie. Dat wil je iets veranderen, dan moet dat in jou veranderen. En wat daarvoor nodig is, is gewoon de ruimte, de space, de veilige bedding. Wat fijne oefeningen, maar waarin je gewoon kunt afdalen in je bewustzijn. Kunt voelen wat er werkelijk is. En de tools krijgt om iets nieuws op te bouwen. Ja. En dat, daarom is dat 2 dagen alleen gericht op het geld. In de veilige omgeving, omdat het al zo'n lastig thema is. En we gaan je niet met allerlei theorieën vermoeien, we gaan gewoon echt voelen wat er is en dat ombuigen. Dat is in feite het enige wat er nodig is. Ja, en de mastermind wat we dus inderdaad doen, waar we ook een uitnodiging voor zullen sturen. We doen dat nu met een groep mensen. Daar kun je bij aansluiten. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat is om gewoon het commitment te houden. Om iedere dag, we komen iedere dag om 9:30, dus 20 minuutjes online. In het begin dacht ik, oh mijn god, iedere dag en iedere werkdag. En wat nou als, maar het is precies wat je nodig hebt. En het toffe is, doordat je het met elkaar doet. Hè, en als je er een keer niet bij kan zijn, geen enkel probleem. Maar doordat je het met elkaar doet. En doordat je hoort wat er bij anderen mogelijk is. Of ziet dat anderen het ook wel eens lastig hebben. Of wij doen ook mee. Dus wij zeggen ook wat onze doelen zijn. Wij spreken elkaar ook op dingen aan. Ja, dat is gewoon een hele fijne inspiratie. Ja, kijk, en we hebben zoiets van, we doen eerst het event, zodat je ook op een diepere manier kennis kunt maken met ons. Maar het zijn ook 2 dingen die je los van elkaar zou kunnen volgen. Maar dat is gewoon heel fijn om een deep dive te doen in die percepties over geld. En want dat is ook, dat is ook het laatste punt, maar daar heb ik nog wel punt 12 overgeslagen. Die doe ik zo, werk iedere dag aan je perceptie over de realiteit. Want ja, de Cursus in Wonderen zegt ook, er is maar 1 probleem en dat is een perceptieprobleem. Ja, dus je hoeft niet al je geldproblemen op te lossen, je moet je perceptie over geld oplossen. Ja, dat leven is gewoon perfect, komt perfect opdagen als jij af bent gestemd op wie je bent. En dan ervaar je die flow van het leven. En dat willen we in die 2 dagen doen. Gewoon 2 dagen de space nemen, de tijd, de ruimte. Het wordt ook allemaal opgenomen.
om aan onze perceptie over geld te werken. En als je daarna inderdaad nog verder wil werken met ons, of je weet dat nu al, dan heb je die mastermind. Maar dat is gewoon echt een commitment voor een jaar om inderdaad dagelijks consequent op te komen dagen. Dus het zijn twee aparte dingen die ja, ook perfect samen kunnen gaan. Ja. Ja, en dit is wel mooi. We hadden net voordat we, nou voor het eten zo zeg maar, nog even zo. Ik vroeg aan Maartje van, wat maakte nou dat je toen, wat deed je nou precies in die tijd dat je gewoon bijna 1 miljoen in een jaar omzette? Wat deed je toen nou concreet? En toen zei jij wat dingen. En toen kwamen we eigenlijk allebei tot de conclusie van, en dat is dus punt 12, van wees dienend aan wat er door je heen wil stromen. Ja. Weet je, ga jezelf gewoon, godverdomme, uit de weg. En laat het, ja, maar weet je, wij hebben het weer moeilijk gemaakt. Wij gingen er weer allerlei verhalen op hangen. En wij hebben onszelf op een voetstuk laten plaatsen. Wij vonden dat verschrikkelijk. Wij stapten eraf. Ja, maar wij hebben het moeilijk. Wij hebben het zelf moeilijk gemaakt. Het was zo, het was, en het is simpel, want ik voel me nu, wat we zeiden, we hebben nu echt die fundering gebouwd. En ja, volgens mij gaan we hartstikke goed weer nu allebei. Maar we hebben wel even die tijd genomen om die fundering te bouwen. En allebei deze manier om met ons samen te werken is goed voor die fundering. Die 2 dagen geld is liefde event is supergoed voor je perceptie over geld. En die mastermind is gewoon voor als je all in wil gaan in hoe je iedere dag opkomt dagen. En dat is gewoon een beetje het, denk ik, het belangrijkste verschil. Ja, en met het geld-event kan ik me zo voorstellen dat hè, bijvoorbeeld een oud ding van mij, wat zijn nou dingen waarbij het interessant is om mee te doen aan dat geld-event? Dat is dus bijvoorbeeld als je ondernemer bent, maar nooit je omzetdoelen haalt. Of als je denkt, geld en spiritualiteit gaat gewoon niet samen. Weet je, ik ben een lichtwerker, ik doe mooie dingen. Of als je denkt, geld is helemaal niet belangrijk. Of als je 30.000 euro op je spaarrekening hebt. Of als je partner voor de inkomsten zorgt. Of als je er nog, of als je een baan hebt waar je eigenlijk net niet voldoende uithaalt. Of als je in de bijstand zit en denkt, joh, weet je, het geld is ook vrijheid. Als je allemaal dingen nog op geld projecteert. Ja, het is zo'n vrijheid, het is zo'n rijkdom. Ik heb zulke lelijke, stomme, ontzettend onhandige dingen over geld gedacht en gevonden. Ik vond echt dat als je spiritueel was, hè, als je mooie dingen deed, dan was geld toch niet belangrijk. Maar ja, het is best wel handig dat ik ben alleenstaand moeder, ik heb een heerlijk huis. Het is toch best wel handig dat ik gewoon voor mezelf kan zorgen. Dat ik ook gewoon nieuwe schoenen kan kopen als dat nodig is voor de kinderen. Dat ik niet hoef te denken, mijn god, hoe gaan we volgende maand de hypotheek betalen? Weet je, het heeft ook met pionierschap te maken. Het heeft met kracht te maken, met jezelf op willen bouwen en dat oude stuk los willen laten. Ja, dus in je rechtmatige plek innemen op aarde. En daar heeft geld gewoon mee te maken. Je kan wel willen en wensen dat het er niet is. En misschien ooit gaat het er niet meer zijn. Maar nu is het er nog. En nu moet je ermee dealen. En dan kan je of wensen dat het weggaat. Of je kan elke keer denken, ik moet meer geld verdienen. En je rent achter geld aan. Maar beide is uit balans. Want de ene is een poolreactie. Ik wil ervoor weglopen. En de andere is een pushreactie. Geld moet veranderen. Nee, je gaat naar binnen keren, je verandert jouw perceptie over geld. Je gaat ophouden met duwen en ophouden met weglopen. Je komt bij je kern, je gaat het correcte verhaal vertellen en dan vallen dingen op zijn plek. Dat is niet alleen met geld zo, is met alles zo. Maar ook met relaties en met kinderen. Maar goed, deze 2 dagen gaan over geld. Dat is gewoon even nu het thema van dit event. Maar dat is gewoon uit die push, uit die pool komen en je eigen perceptie veranderen. Ja, cool. Ik heb er zin in. Iemand zegt, hoe hou je balans tussen uit de weg gaan en wekelijkse doelen stellen? Oh ja, dat is een mooie vraag. Zullen we dan nog tot 9:30, dus 8 minuten vragen beantwoorden en dan er een eind aan breien? Uitbreiden. Yes. Dus hoe hou je balans tussen uit de weg gaan en je wekelijkse doelen stellen? Ja, daar zit, dat is ook perceptie.
Dus als je voelt van het is bijvoorbeeld de bedoeling... Kijk de basis is voor mij, ik heb een bedrijf om geld te verdienen met dat wat ik het liefste doe. Dat is voor mij wat mijn bedrijf is. Dus alles wat ik in mijn bedrijf doe, mag afgestemd zijn op dat wat er door me heen wil stromen. Maar wel met op nummer 1 mooie dingen aanbieden en daar geld voor vragen. Anders heb je gewoon een hobby, wat ook hartstikke leuk is. Dus als je perceptie klopt over geld, dan is het niet een balans vinden tussen, maar dan is het gewoon gelijk aan. Hoe is het voor mij en voor jou? Ja, dat is gewoon een beetje wat we ook al hebben gezegd. Die doelen, dat is wie wij willen zijn. Daar zit niks bij wat ik denk dat ik moet. Daar zitten dingen bij die ik wil, waar ik mee wil dienen. En die ik wil creëren. En de persoon die ik wil zijn. Dus daarmee ga je jezelf al uit de weg. Want jezelf in de weg zitten met je ego is... Oh, dit kan ik toch niet maken? Of moeilijk, ingewikkeld. Nee. Hoe wil ik opkomen dagen? Dat zijn die 2 of 3 doelen. En ja, dan kijken we dus altijd van wat heb je daarvoor nodig? En op die donderdag ook van als je ze niet haalt, wat heb je nodig om naar die volgende stap te komen? Dus ja, dat is voor mij gewoon die balans. Dus ja, wekelijks doelen stellen. Wat ik ook heb geleerd uit de cursus in wonderen is... Mijn wil is Gods wil. Gods wil is mijn wil. Dus er is geen verschil tussen wat het leven voor mij wil en wat ik voor mij wil. Als het afgestemd is op liefde. Als het afgestemd is op het grote geheel en op God. Dus dan is er geen verschil tussen wat het leven voor mij wil of wat ik wil. Dat is 1. Het is alleen maar anders of het lijkt anders als je nog niet af bent gestemd op ja, de waarheid van wie je bent. Dus dan... zou dat een heel belangrijk doel zijn om daaraan te werken iedere week? Van, om hè, mezelf te zien als 1 met het leven en met creatie. En dat soort voor dat soort doelen is ook zeker ruimte. Hè, voor persoonlijke doelen, spirituele doelen, ontwikkelingsdoelen. Het is niet alleen maar praktisch en concreet. Soms dan is het ook echt, ja, deze week wil ik me ook afstemmen op ja, eenheid ervaren. Ja. Ik was even aan het terugkijken. Iemand vroeg, hoe zorg je ervoor dat je van die mensen om je heen hebt? Dat was met het accountable houden. Ja, eigenlijk is dat gewoon heel simpel. Zoek bijvoorbeeld hè, met de mastermind. Zoek gewoon de mensen die jou inspireren. Waarvan je denkt, oh, jij kan mij verder brengen. En je hebt natuurlijk, zoals wij met de mastermind hebben. Dat is echt samen met een groep. Maar kijk gewoon van welke mensen je blij wordt en hoe je je daar... Ja, dat klinkt raar, maar je kan natuurlijk gewoon... Je kan jezelf het gunnen om gewoon met die mensen te zijn op die manier. Ja, precies. En daar hoef je niet voor op Tinder of zo. Nee, precies. En het is belangrijk dat je zelf ook opkomt dagen. Ook als die persoon, ook naar anderen toe. Kijk, en op het moment dat je in een programma stapt, zoals onze mastermind is natuurlijk een betaald programma, dan is het nog, hè, dan is de, zit er natuurlijk een andere wisselwerking of een andere energieflow in met betrekking tot onze dienstbaarheid en de geld. En als je zeg maar zegt van ik ga met vrienden een mastermind groepje starten, dan is het natuurlijk helemaal belangrijk dat je denkt hoe kan ik voor waarde zijn voor het grote geheel, moet je sowieso doen. En sowieso belangrijk was het laatste punt. Maar dat is gewoon heel belangrijk van hoe kan ik waardevol zijn voor anderen. En als jij waardevol bent voor anderen, natuurlijk ja, willen zij met jou co-creëren. Waarom niet, hè? Dus als jij gewoon mensen om je heen wil, beste vrienden zeg maar, als je met vrienden... op die manier wil co-creëren. Ja, het is wel belangrijk dat je kijkt, ben ik niet degene die dan alles en iedereen draagt? Heeft het ook echt iets voor mij? Ja. Daarom is juist... Nou goed, maakt niet uit. Nee, en iemand zegt nog... even kijken hoor. Ja, dat ging nog over het kinderenstukje. Dus hoe zit het met verantwoordelijkheid voor je kinderen? In hoeverre zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun keuzes? Ja, weet je, ik moet denk... dat leren natuurlijk. Ja, en ik denk dat die vraag niet eens zozeer inhoudelijk daarover ging. Maar je ziet hoe moeilijk het is dat op het moment dat we
het hebben over goed voor jezelf zorgen. Het is niet egoïstisch. Wat wil jij? Jij creëert. Komen er allemaal dingen boven? Ja, maar kinderen, dan is het niet egoïstisch. Maar daar gaat het juist om. Dat je daar nog steeds bij jezelf kan blijven. Dat je het kan erkennen, shiften en het nieuwe opbouwt. En dat is dus precies. En met het Geldsliefde event gaan we dit hierop met op geld doen. Maar het gaat er wel om dat je het echt serieus neemt. En dat je, want daar zitten steeds de sleutels. Ja, ik merk dat op het moment dat, sinds ik echt heb geleerd om 100% verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te nemen en voor mijn eigen gevoelens, kan ik er eigenlijk ook pas echt voor Amy zijn. En tot die voorheen was ik ook, ben ik er ook voor haar geweest, altijd zo goed als dat ik kon zijn, maar ging ik ook veel nog uit de weg. En waarmee ik haar ook wel een bepaald signaal afgaf. En ja, nu kan ik eigenlijk pas zeggen, ik ga niets meer uit de weg in mijn leven. Ik kijk alles aan. En dan kan ik daar ook echt pas 100% voor haar zijn. Om haar daar ook mee te helpen. Om niets uit de weg te gaan en alles aan te kijken. En dat je je kinderen echt dat veilige gevoel kan gaan geven. Wat wij vroeger nooit gehad hebben. Niet omdat we slechte ouders hadden. Maar omdat zij het ook niet hadden geleerd. Nee, en daarbij natuurlijk alles wat wij opruimen, alles wat wij nog toestaan, dat er gebeurt. Dat gaat natuurlijk gewoon zo door op onze kinderen. Dus alles wat wij opruimen is gewoon super. Ja. Nou, dan denk ik dat we hem af gaan sluiten. En Lino zegt, heel lief, dankjewel Maartje en Josje voor de extra aanvulling. Het was interessant, ik ga eens kijken voor de 2 dagen, want het resoneert enorm met mij. Ja, even een extra boost wat geldmanifestatie betreft is welkom. Dat is mooi. En we hebben een best wel een mooie vroegboekkorting. Die is nog 2 dagen geldig. Dus als je het event, of als je dit... er live bij bent of als je heel snel de opname kijkt. Dus, en ik zal de replay nasturen, de aantekeningen erbij, de linkjes erbij. Zoek ons gerust op als je vragen hebt. Stuur ons gerust een mailtje of wat dan ook. En laten we kijken wat er nog mag ontstaan. Absoluut. Zeker. Nou, het zou heel fijn zijn om te horen als laatste van 1 dingetje wat je er, je belangrijkste inzicht, je grootste inzicht. En dan gaan we hem afsluiten. Dat is voor ons ook fijn om te horen. Dankjewel, mooie sessie, super interessant. Wat heb jij er voor jezelf uitgehaald? Wat is voor jou of het hoogtepunt? Of, Ga jij eerst maar. Ja, ik zeg het niet voor niks aan jou. Nee, wat ik fijn vind is om dingen steeds praktisch te maken. Dus voel is nu in dit moment. Dat zijn voor mij de dingen waardoor je het ook echt even voelt. En steeds omdat je ook vragen aan mij dan terugstelt. Dat je denkt, oh ja, je gaat zo snel langs iets. Maar het is juist de bedoeling... Dat je het echt voelt. Dat je het niet alleen hoort, maar dat je het ook echt door je heen laat komen. Dus daar vond ik vanavond heel mooi van. Ja, ik denk dat we een mooie aanvulling zijn. Absoluut. Ik ben wat algemener en jij bent wat concreter. Ja, nee, maar dat werkt echt goed. Als we allebei... Oh ja, en Anja zegt de zin van ik kies ervoor om. Ja, die is inderdaad... Ja, maar als je zegt mensen ontslaan om iets van jou te denken, doet deugd. Dus... Ja, mooi. Fijn, jullie. Oh, maar je zus er ook bij. Houdt het leuk. Houdt het leuk, ja. Ja. Maar dat is ook echt zo. Leuk en simpel. Leuk, dat is wat iedereen wil eigenlijk. We willen helemaal niet zo moeilijk. Wat we hebben gecreëerd in de wereld. Freaking hell, wat hebben mensen het ingewikkeld gemaakt. Niet normaal. Dus het systeem dient ons niet meer. Wij moeten het systeem dienen. Het is so complicated. Terwijl het enige wat mensen willen is gewoon gelukkig zijn en zich verbonden voelen en een beetje iets zinvols doen. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt. Dus dat mogen we weer dingen afschalen in plaats van allerlei dingen erbij halen. Absoluut. Nou, cool. Yes, oké. Okay. Nou, hele fijne avond. Bedankt allemaal voor mooie vragen en voor de co-creatie. Hopelijk tot snel. Ja. Stuur ons een mailtje info@maartjekoop.nl als er nog vragen zijn. En dan fijne avond. Fijne avond. Doei. Doei.